Wat ik vooral heb geleerd in het Europees Parlement, is dat heel veel politici, niet heel veel, maar verschillende politici wel vooruit willen, maar dat dat gewoon heel moeilijk is, omdat zij vaak de eerste stap moeten nemen in van die dingen. En er zijn al zoveel contracten en wetten en legislations, regulations, policies, die het zo moeilijk maken om dat los te komen van die fossiele brandstoffen en gewoon in general van alles wat onze wereld kapot maakt, dat dat voor heel veel politici moeilijk is om daartegen te vechten. Gelijk als nu, ik ben bezig met een groot handelsakkoord tussen Europa en Latijns-Amerika, de vier Mercosur-landen. Dat noemt de Mercosur Trade Agreement. En komt er eigenlijk op neer dat wij met Europa een grote verantwoordelijkheid gaan hebben in de destruction of the Amazon Forest. Dus dat wij het Amazone wat kapot gaan maken als Europa. En iedereen weet dat, er wordt al 20 jaar over onderhandeld. En toch, omdat dat dus zo'n groot akkoord is, waar dan nu veel politici over zeggen, amai, dit is eigenlijk zo'n verantwoord, gaat het er waarschijnlijk toch doorkomen. En dus dan merk ik dat wat een van de grootste dingen is dat wij moeten doen in de klimaatbeweging, is niet alleen nieuwe wetten en dit en dat, maar dus echt die system change en wetten en contracten die er zijn, breken en opnieuw beginnen. Omdat wij zo locked in zitten in die fossil fuels, dus die fossiele brandstoffen, dat nog jaren gaat duren voordat we daar zelfs volgens onze contracten uit geraken. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat wat wij tekenen en wat wij zeggen van Europa is ambitieus en wij zijn revolutionair en wij doen dit en wij doen dat. Wat er eigenlijk op neerkomt is dat we nog steeds onze emissies bij andere landen en continenten zijn aan het dumpen. Dat we tegelijkertijd doen alsof dat wij de leiding nemen in klimaatambitie. Maar als een van de meest welvarende continenten ter wereld, met ons, we hebben zoveel privileges, doen we eigenlijk echt nog de bare minimum. Ik ben zelf ook naar het Amazonewoud geweest. Ik heb daar gezien wat er momenteel gebeurt met mensen door de klimaatopwarming, de bosbranden in het Amazonewoud. Ik heb gezien dat wat wij in Europa als discours voeren van klimaatopwarming, onze toekomst gaat kapot, dit dat. Het gaat helemaal niet over onze toekomst. In Europa gaat het misschien over onze toekomst, gaat over de rest van mijn leven. Maar momenteel is de klimaatopwarming de oorzaak van duizenden mensen die doodgaan. Momenteel zijn er duizenden mensen die beïnvloed worden door de klimaatopwarming op een heel extreem slechte manier. En dus, wat wij eigenlijk hebben ingezien met Fridays for Future, vooral ook tijdens corona, tijdens Black Lives Matter, we hebben daar heel veel meetings over gehad, is inderdaad dat wij veel meer de spotlight niet meer op Europa moeten richten, maar veel meer op het zuidelijk halfrond. De mensen die nu al met die overstromingen zitten en met die droogte en met die extreme hittegolven, dat die het woord krijgen om te zeggen, oké, dit is er aan het gebeuren, dit komt door klimaatopwarming, dit is niet binnen 10 of 20 jaar, dit gebeurt momenteel en wij hebben hulp nodig. En dat kan alleen als rijke continenten zoals Europa, China, de United States, samenwerken met ons. Want wij kunnen wel blijven zeggen als Europeanen, red onze toekomst, red onze toekomst. Maar het gaat zelfs niet over onze toekomst. Het gaat over the current lives of millions of people. En dat is heel belangrijk. Daarom hebben we die fight climate injustice gedaan. Omdat het is eigenlijk gewoon een beetje privileges onder ogen zien. En beseffen dat wij het zelfs heel goed af hebben nu nog. Vaak zijn het gewoon mensen van een lage sociale klasse of arme mensen of mensen die niet veel middelen hebben die de ergste gevolgen van klimaatopwarming gaan zien. En dat is ook in Europa. Hè. Dus uiteindelijk gaat het ook daar komen op mensen die technologieën kunnen kopen die hun helpen, bijvoorbeeld airco of zo. Weet je wel, dat is een basic example, maar dat gaat echt een verschil maken binnen een paar jaar. Dat gaat echt een groot verschil maken voor mensen. En dus zo van die dingen. En dan hebben we het nu over het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond, maar dat is ook per continent. Hoe minder geld dat je hebt, hoe meer dat je gefokt bent. Maar ook dat het vaak is dat de mensen die het meest verantwoordelijk zijn, dat die ook de minste gevolgen dragen. En dat is ook die inequality. Wij als Europa, wij zijn het meest verantwoordelijk samen met Amerika en China, maar wij gaan de minste gevolgen dragen. Onze ecologische voetafdruk is 20 keer groter dan van iemand in Afrika. Maar die moeten die gevolgen nu al dragen. En dat is ook die historische verantwoordelijkheid, maar ook gewoon de verantwoordelijkheid die we nu nog steeds hebben, die wij moeten opnemen, omdat wij dit allemaal eigenlijk veroorzaakt hebben. En wij zitten zelfs nog niet in de shit. Dus als je al die dingen dan optelt van onze historische verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid momenteel tegenover
het zuidelijk halfrond in general. Ook gewoon op het feit dat we al die landen vroeger hebben gekoloniseerd en zo. En dan nu het feit dat onze ecologische voetafdruk... En ja, absoluut. En ook het feit dat onze ecologische voetafdruk veel groter is. Het feit dat die mensen de extreemste gevolgen dragen. Het feit dat het beleid in Europa totaal niet zo ambitieus is. En we eigenlijk gewoon zeggen, ja, fuck you. Zolang dat wij onze economie maar redden. Als je al die dingen bij elkaar trekt in een puzzel, dan wordt het heel duidelijk over hoe hypocriet ons Europees beleid is. En dat heel dat... Dat er eigenlijk een hele misconceptie is bij mensen momenteel die denken, ah ja, we hebben het allemaal onder controle, het is allemaal supergoed. Dat is echt niet zo. En dus ja, dan komen we terug op dat punt van democratie. Als mensen dat niet weten, gaat er natuurlijk niks aan gebeuren. Dus het is gewoon belangrijk dat mensen hiervan op de hoogte worden gesteld en dat wij niet de enigen zijn die dat zitten zeggen. Want heel weinig mensen weten het gewoon en dat is echt problematisch.